24 jongeren van nu keren terug in de tijd en komen terecht in een landbouwschool uit de jaren 50. Als brave geiten gaat u gehoorzamen. Zit dat in uw peer? Ja, meneer Robert. 3 weken lang de ijzeren discipline van een streng internaat. Opstaan en hou je hoofd stil en uw armen rest u houden. Met uw knieën in uw klampen. Tucht heerst met harde hand. Horizontaal, meneer Borm. Tot op vandaag bent u een nul voor mij. Deze straf voert u uit. Dat kan niet. Ik had deze regels niks voor mij. 7 dagen op 7, een minimum aan comfort en hygiëne. Mannen zijn echt varkens. 3 weken lang hard labeur in de stallen. En op het veld. Er is nog heel wat werk aan de winkel. Leren met vallen en opstaan. Weilhard, hij wordt nooit geen boete. Oh, mijn lieve, ik is ook flink. Hij moet dat gras niet strelen, het is maaien dat hij moet doen. De jeugd van tegenwoordig. De boerenstiel. Zeg, komt er een dikke vuistvak op dik pakken? Ja. Hij heeft toch een beetje schrik, precies, hè? Nooit, man. Vorige week, Silke verlaat het instituut. Zuster Mia kondigt haar vertrek naar de Congo aan. Maar je moet daar nu zo niet voor wenen. Vind ik echt niet leuk. Robbie en Marke zijn officieel een koppel. Ik ben gewoon stapelzot van dat meisje. Het komt ijskoud aan. En na een sterfgeval op de boerderij gaan Charlotte en Judith de biggen ook 's nachts bijvoederen. Dag 10 op het Sint-Josef Instituut. Zuster Mia wekt vandaag voor de allerlaatste keer haar meisjes. Goedemorgen. Opstaan. Voilà, zo wil ik het zien. Maar de meisjes zien de toekomst zonder zuster Mia somber in. Nou, het is zo wel even slikken dat zuster Mia vertrekt. Ik vind het spijtig dat ze weggaan. Ja, ja. En dat was echt wel vriendelijk. Ze was streng en dan zo. Dan op het moment dat ze zegt dat het niet zo echt goed gaat, dan knipoogde ze iets of dan lachte ze en dat was wel, ja. Ook tijdens de kapeldienst wordt deze ochtend bijzondere aandacht geschonken aan het vertrek van zuster Mia. Zoals iedere ochtend willen wij ook deze dag in Gods handen leggen. En dat willen wij vandaag in het bijzonder linken aan zuster Mia die vandaag van ons afscheid zal nemen. Toen ze alleen zei dat zuster Mia ging vertrekken, toen had ik het al even heel moeilijk. Want dat was eigenlijk toch een heel lieve vrouw. De jongens die van dienst zijn op de boerderij zakken ondertussen af naar de varkenstal. Charlotte en Judith hebben heel de nacht met succes de biggen verzorgd. Maar de meisjes zelf zijn er minder goed aan toe. Wakker worden, we moeten aan het werk. Nee. Het is morgen, dat betekent opstaan en ook aan de slag gaan. Hè. De ochtendstond heeft goud in de mond. Hè. En terwijl de heren enthousiast aan de slag gaan, hebben de dames de grootste moeite om op te staan. Ze zijn gebroken. Die nacht heeft me echt wel gebroken. Oh. Ik heb me al 2 dagen zo echt moeten forceren om echt nog wakker te blijven, zeg maar. Maar nu ben ik helemaal ziek. Mijn keel zit allemaal vast en ik heb niks meer van fit. En het heeft geen zin om hoe meer dat ik nog doe en energie verspil, hoe slechter dat ik me voel. Het is de eerste keer dat ik het zie wenen. Maar gewoon mijn lach verloren, neer. Hallo, ik ben Judith en dat is ons Nelly. Nelly is ook wel te vergelijken met mij, want ze is ook altijd zo vrolijk aan het huppelen en ik ben ook wel een vrolijk type. Ik denk wel dat ik een tam heitje ben. Braaf meisje ook. Ik schilder graag, omdat die kleuren hebben veel te vertellen. En mijn leven is ook kleurrijk, dus ik mag dat in de schilderij wel steken, denk ik. Mijn zus is een intelligent iemand, weliswaar slordig, lui, maar toch sportief. Als ik me wat minder voel, dan ga ik gaan sporten en voel ik me helemaal weer beter. Op school heb ik nergens een hekel aan. Ik amuseer me daar bijna alle dagen gewoon. Ik hoop dat ik met de strenge regels ga kunnen omgaan. Ik vermoed van wel, want nu
doe ik ook altijd wat er van me verwacht wordt. Ik denk dat dat daar ook zal wel het geval zijn. Jullie het kort samengevat, een gezonde geest en een gezond lichaam. Iedereen is echt zo futloos. Je ziet dat, hè? Nu val ik in die ballen. Ik heb niks meer van energie over nu. Dus dat heeft geen zin dat ik nog meedoe met de rest. Gewoon een bed heb. En dat de anders steeds opgewekte Judith vandaag in zak en as zit, is ook de jongens niet ontgaan. De Judith, ja, ze zat er echt wel deurwijs. Ze was echt bleekjes, moedjes. Hey, en op de boerderij, ja, ze moest blijven deurwerken. Hey. Geen compassie, hey. Blijven deurwerken. Terug op school stort Judith volledig in. Ze wil zuster Angelique vragen of ze een paar uur mag bijslapen. Maar die is onverbiddelijk. Het boerenleven is hard. En dat moeten we hier leren. Hier moet je de kracht leren om door te gaan. Ook als het moeilijk is. Ook als u ten einde bent. U moet de kracht halen om verder te gaan. Ik ben wel toe aan... Zwijg en laat mij uitpraten. Aan het doordoen. Mag ik ook even iets zeggen? Mijn reserve zich op. En nu geen woord. En nu gaat u mee naar de les. Nu. De andere meisjes zitten al lang in de naailes. En ook zij hebben gehoord hoe de zuster tegen Judith tekeer ging. Hoe dat die roept het tegen me. Ja, ik word er nog slechter door. Echt waar, zuster Angelique moet gaan oppassen als ze zo nog voortdoet. Want dat is echt niet correct hoe dat ze nu doet. Dat is echt iemand ziek laten worden. Juffrouw de Schacht, juffrouw Brand. U weet, zuster Mia gaat ons helaas verlaten. Ja, dat weet ik wel. En ik vind het persoonlijk heel attent als wij iets zouden maken voor de zuster. Iets dat blijvends is. En ook al zit Judith er volledig door, voor zuster Mia wil ze toch nog een extra inspanning doen. Ik hoop dat ik mooie resultaten zie als ik terug ben. Mia is kind lief en die toont respect, maar Angelique die roept en die laat u niet uit. Angelique is gewoon een dikke trut met een vieze varkenskop. Ah, oh, kaas. Iedereen heeft het er moeilijk mee gehad. Als ze nu wel vriendelijker zou zijn, dan mag meevallen. Maar we waren uw zuster Mia gewoon en zo. En... Tja. Ga maar zitten. En dan is het zover. Tijd om met een nodige luister afscheid te nemen van zuster Mia. Jongens en meisjes, zuster Mia is voor deze school altijd van onschatbare waarde geweest. Van verschillende generaties onbeholpen boerendochters heeft ze stijlvolle, goed opgeleide, moderne landbouwvrouwen gemaakt. Vrouwen die hard kunnen werken op het veld, die zich bovendien volledig ten dienste van hun gezin stellen en zich toch nog met klasse voortbewegen in het beperkte sociale leven dat hen nog rest. In het begin, toen we zuster Mia hadden, dacht ik echt van fuck, stom wijf, hou je bakkers. Maar eigenlijk heb ik daar toch wel veel van bijgeleerd. Etiketten en zo. Allee, dat is wel makkelijk meegenomen. Voor later, als je zo naar een diner of zo gaat, dan heb je dat toch, maar dan weet je dat toch. Zuster Mia heeft jaar na jaar vele jonge dames boven zichzelf doen uitstijgen. Zuster Mia heeft altijd een groot hart voor haar leerlingen gehad. Ik had echt zo'n paar momenten waarop het fijn was. Maar dan kon hij ook soms heel streng zijn. Dan had hij zo van, ah. Maar andere momenten was hij zo heel lief. En dan kon hij daar weer een beetje aan optrekken. Iemand als zuster Mia krijgen we nooit meer terug. Zuster Mia, wij hebben voor u een heel mooi persoonlijk borduurwerkje gemaakt. Juffrouw de Schacht. Alsjeblieft, zuster Mia. Dat is heel mooi. Het is dus een gelukswenser en hier 12 meisjes in een hart. Dank je wel. Ik ben er heel blij mee. Kussenslaap. Kussenslaap? Ja. Amai. Ik ben er heel blij mee. Alsjeblieft, zuster. Ik wil u heel veel geluk wensen. Ga je goed.
Geen beste zuster. Meisjes, jongens, ik zal je nooit vergeten. Ik neem jullie allemaal mee, diep in mijn hart. Dank u. Het beste voor iedereen. En ze zag meteen als er iets mis was en ze kwam direct u troosten. En het was echt zo gelijk een moeder, maar dan wel in de strenge versie. Lieve zuster Mia, u hebt ons echt geholpen om ons aan te passen in deze moeilijke, maar boeiende leerschool van de jaren 50. U hebt ons geleerd dat waar er een wil is, ook een weg is. U hebt uw vertrouwen in ons niet verloren en we hebben zoveel aan u gehad. We gaan ons nu weer moeten aanpassen, maar het zal ons wel lukken. We zullen hier allen doorbijten tot de laatste minuut, opdat u fier kan zijn op uw meisjes. Zo, lieve zuster Mia, het gaat je goed en we gaan u missen. Groetjes en kusjes. Waar de beste zuster! Niet overdrijven. Hij heeft een gouden hart, zuster. Ja. Ik wil gewoon zeggen dat ik mijn eigen sterk ga houden voor u, zeker en vast. Je moet u niet sterk houden voor mij, maar voor uzelf. En jij gaat er goed uitkomen, daar ben ik van overtuigd. Dank je, zuster. Als er een meisje een probleem had, u was er altijd hier bij. Dat hebt je of dat hebt je niet, hè, meneer Abijs. Ja. Nee, ik ga het zeggen, het is misschien niet om te slaan, maar je hebt wel mooie ogen. Dank je wel. Chalala. Echt mooie ogen, dat is echt om in te zien. De jongens hebben speciaal voor uw vertrek nog een liedje geschreven en ze zouden dat nu graag voor u willen zingen. Zuster Mia gaat vertrekken naar de Congo met een boel. Ze stond altijd paraat. We passeren in de maan en soms werd ze wel eens kwaad. We vinden het jammer dat ze gaat. Zuster Mia gaat vertrekken naar de Congo met een boel. Ze stond altijd paraat. We passeren in de maan en soms werd ze wel eens kwaad. We vinden het jammer dat ze gaat. Straks, Debbie botst met de tuchtprefect. Breng je poten, pak je vork en schept op. En zwijgen, hard doen. Ja! En de jaarlijkse uitstap is een groot succes. Ik vind dat hier echt super, super, super fijn, hè? Het is jammer, hè? Ja, ik vind het ook. Beroepsknuffel. Ja. Even. Waar ben ik? Zuster Mia is voorgoed vertrokken. Maar veel tijd om daarbij stil te staan is er niet. Vanaf nu zullen de meisjes het moeten stellen met aartsvijand nummer 1. Zuster Angelique. Zoals u ziet, gaan wij vandaag leren breien. Om te breien hebben we dus breiwol nodig. Breiwol dus. En daar zullen de heren even meteen voor zorgen. Want de schapen zijn dringend aan een scheerbeurt toe. Dat moet rapper zijn, hè? Ja, ja, get hem, get hem. Oh, nee. Mag zitten. Allee, ja, trekken, trekken. Trek hem naar u toe. Ja, ja. Goed zo. En nu, rustig, houd hem tegen, hè. Houd hem tegen, hè. Houd hem tegen. Ik zal eventjes voordoen hoe dat we starten bij het scheren van het schaap. Dus we zetten onze machine aan. We draaien de twee messen goed stevig op elkaar. En dan starten we. Yeah. Ik had medelijden daarmee. Ik zei, oh ja, nee, gewoon dat moet scheren, er gaat dan zeker iets mee mislopen. Hè. Die wol wordt nu verzameld en dan kan die verder verwerkt worden tot breiwol, hè, waar je een wollen trui kunt van maken. Maar dat is iets voor de meisjes dan. Hè.
Nu zuster Mia weg is, kunnen de meisjes nog minder dan anders de moed opbrengen om enthousiast mee te doen in de lessen van zuster Angelique. Het gemis is te groot. Als u er zo gaat bijzitten, gaat het zeker niet lukken, jonge dame. Uw mannen zijn druk bezig. En wat moet er met de wol gebeuren? Die moeten jullie verbreien tot warme pullovers, tot warme sokken, tot warme mutsen. Zuster Mia is een lief. Ja. En Angelique is een dikke trui. Dude, die is totaal onrespectvol. U heeft er een knoeiboel van gemaakt. Zuster Mia, ik mis u nu al gewoon, omdat zij begreep mij gewoon. En zuster Angelique is helemaal niet zo. En dan is het tijd voor het avondmaal. De directeur vraagt aandacht voor een belangrijke mededeling. Jongens en meisjes, ik heb voor jullie goed nieuws. Morgen en overmorgen verlaten wij even de vertrouwde omgeving. En we ruilen het harde werk voor ontspanning. Met andere woorden, onze jaarlijkse schooluitstap staat voor de deur. 2 dagen dus om even tot rust te komen, ons uit te leven in sport en spel. Maar jullie zullen deze uitstap moeten verdienen. Morgen vroeg staan er eerst nog tussentijdse testen op het programma. En ik raad jullie aan daar niet te licht over te gaan. De rode lantaarns gaan niet mee. Ze krijgen uitgebreid de gelegenheid om hun kennis nog wat bij te schaven en hun vaardigheden een beetje aan te scherpen. En dan mogen jullie nu verder eten. De mededeling van de directeur maakt meteen de tongen los. De domste die worden gewoon altijd achtergehouden. Mogen niet douchen, mogen niks. Als ik nu kan leren, dan is het meer als genoeg voor mij. Anders word ik een ozel. Shada. Marge is er niet gerust in, want haar Robbie is niet echt een topstudent. Bij de vorige testen eindigde hij ook altijd als laatste. Maar Marge wil graag met haar vriendje op uitstap en spelt hem daarom tijdens de speeltijd de les. Wow, en dat is gewoon kut dat je daarvoor moet leren. En ik kan gewoon niet leren. Jawel. Jo, dat is ergens iets anders zoeken of zo voor dat te verdienen. Maar 5 lessen, meneer. Op morgen, ja, moet je dat maken. Wat is dat voor les? Godsdienst, de 10 geboden. Ja, maar je moet die een uitleg kunnen geven van die 10 geboden. Wat is daar? Bovenal bemunt 1 god. Twee en tijd op de gespoot, heilig zit uit de kentgetal. Ja, jij wel, maar ik nog niet. Ja, als je dat leest, dan kent je het. Ja, maar dan moet je die vragen van 1 ding nog leren. Ja, dan moet maar je... dat is niet... Oh, heel, ja. Dan moet je gewoon lezen, dan kent je het toch. Klutsen, ja, dat niet veel is. Dat is heel veel. Maar Robbie is niet de enige in de gevarenzone. Debbie is altijd al de rode lantaarn bij de meisjes geweest. Ook zij maakt zich zorgen. Ik wil hier niet blijven. Wie weet wat je allemaal niet moet doen. Moet je die stallen gewoon uitmesten en krijg je daar een straf voor. Zo. Dat weet ik zo. Daar ga je geen straf voor krijgen. Je gaat er alleen heel hard mee gepist worden. Maar... Ja, we zullen wel zien. Hé, jongen, ik wil het niet weten. Ja, ja. Ik wil gewoon... Nu nog relaxen vanavond. Ja, relaxen. Zeker. Relaxen, ja. Nee. En dan is het studeren geblazen. De leerlingen beseffen maar al te goed hoeveel er van het examen afhangt. Dus zet iedereen zijn beste beentje voor. Marge is vlijtig bezig. Maar bij Robbie vlot het studeren niet zoals het moet. Shut up. De 10 geboden ken ik al, maar de uitleg nog. Ik hoop dat Robbie geleerd dat er mee kan. Als ik bij de laatste ben, zou ik het wel erg vinden. Maar ik denk dat er iemand anders veel lastiger gaat zijn. Ja, als je het stom vindt, als ik wel mee mag indienen, ga ik me wel heel goed voelen. Maar ik zie het niet zitten. Ook in de ontspanningsruimte wordt er nog druk gestudeerd. Marge zet alles op alles om Robbie te helpen. Luister. Alles onder tegen het geloof, hoop, liefde tegen God, verbied afgoederij. Zwijg aan Maarten, schuit. Maar leer, jong, leer. Onheelzienstigheid. Ik krijg toch niet meer op. Jawel, jong. Oké,
Sébastien en Bert gaan er net iets lichter over. Zou wel lukken, zeker? Ik heb hier juist 3 kwartierkes gestudeerd. Ik heb alles overgeschreven. Onthal! Ja, maar dat krijg je toch niet in de kop? Jawel. Dat is toch eredienst? Dat is 7 keer hetzelfde in één zin van... laat het luister zijn. Gewoon. Maar luister, meer toch de mensen daar. Ja, luister, eredienst. Ja, eredienst. Het vereren van oneindige liefde van Jezus tot ons. Onthal! Ja, van Jezus tot ons. Jawel. Ja, dat weet ik ook niet. Ja, ik zeg het toch. Dan mogen we een kop in slaan krijgen daar niet aan. Maar jawel, maar goed, als je probeert, dan zou dat lukken hoor. De volgende ochtend heerst er op het Sint-Josef Instituut heel wat stress. Nog snel wat leerstof herhalen en dan met knikkende knieën richting studiezaal voor het moment van de waarheid. We zwijgen, spieken, onder gelijk welke vorm, is ten strengste verboden. Als dat toch gebeurt, krijg je 0 over de ganse lijn. Goed, jullie mogen er nu aan beginnen. Iedereen wil goede resultaten behalen. Dus wordt de goede raad van de tuchtprefect vrolijk in de wind geslagen. Spieken is en blijft een leuke sport. En wie ook wel wat hulp kan gebruiken, is Robbie. Daar weet ik niks van. En de tijd is nu om. Iedereen legt alles neer. Ja, dankjewel. 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 Deze keer moest ik echt wel leren voor een meisje te krijgen. Ofzo. Voor hun binnen 20. En anders dan is dat gewoon van... Nou, je gaat naar een 5, je ziet daar een 5. Oh, je gaat daar eens tegen babbelen, je begint te charmeren. Nou, ja, heb ik wat verdiend en dan moeten leren voor ze binnen te doen. Ja. En na enkele uren bang afwachten, verzamelt iedereen in de ceremoniezaal voor de proclamatie. Gaat u maar zitten. Jongens en meisjes, de testen zijn verbeterd. Zoals jullie weten hangt er van deze resultaten heel wat af. De slechtste leerling van de jongensgroep en de slechtste leerling van de meisjesgroep gaan niet mee op stap. Voor hen geen ontspanning, geen kampvuur, geen verfrissende zwempartij en geen gelegenheid om eens wat langer uit te slapen. Dat systeem is eigenlijk zo unfair. Allee, volgens mij moet je ook niet kijken naar punten, maar moet je kijken naar inzet. He. En dan ga ik nu over tot het voorlezen van de resultaten. Ik begin bij de meisjes. Het beste resultaat, juffrouw Mandy van den Broek. U behaalde 59,6%. Helene Nijs, 50,2%. Juffrouw Reemans, 47%. Judith Brand, Valérie de Souza. Juffrouw van Hogendorp. Juffrouw Geldof. Juffrouw de Schacht. En als laatste, juffrouw Tuij. 35%. Debbie is dus het eerste slachtoffer. En dat stemt haar niet meteen vrolijk. De heren op de eerste plaats en uiteraard een proficiat gewenst. De heer Borm, 75,4%. Op de tweede plaats, een verrassing, meneer Heidens. Prachtig werk. Doe zo verder. Zesde directeur was er van verschoten.
Hij heeft het zelfs nog gezegd, een verrassing. Meneer Redens, ik heb dan recht gestaan. Ik was blij dat ik mee mocht, dat vooral. 71%, meneer Heidens. En proficiat. Meneer Lachmara. Meneer Priem. Pemelmans. Bosseré. Robijns. Vervolgens meneer Willaert. En ten laatste meneer Borgs. U scoorde 41,5%. Daar zou ik niet zo gelukkig mee zijn. Het zijn maar 2 dagen. Ja, maar dat is wel zielig. Ja. Oh. Ja. Het was slecht zo bij het beroep. Ja. Dus we kunnen dan een picknick op de boerderij doen. Legendair. Ja, jong, moet dat nu? Kom dan. Je kunt het toch niet kwaad om zijn. Ja, maar we hadden beter kunnen doen. Je hebt gewoon niks geleerd. Een romantisch liedje zingen? Ja, dat komt zo. Oh, je wil nog. Give me your hands, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? De andere leerlingen mogen de hele toestand dan wel vermakelijk vinden. Marge ziet er de humor niet van in. Dat is wel niet fijn. Ja, maar het is beter geleerd dan we zo wel gedaan. Ik heb toch mijn best gedaan. Alles. Ik ben ook slim, slim. Ik vind het niet eerlijk dat je zoals je het minste punt hebt moet hierblijven. Ik moet er gewoon aan betalen. Ja, zeker nu naar Robby, dat vind ik niet fijn. Maar ja. En er is nog iemand anders die haar teleurstelling niet kan wegsteken. Maar dat is gewoon niet eerlijk. Ik kan niet goed studeren. Ik moet een paar dagen op voorhand hebben, dan kan ik dat. Maar niet op één dag of op één stomme kutavond, hè. Je gaat weg. Daar hebben ze dan problemen mee. Dat is jij de domste. Ik heb er echt scheid van. Voor de leerlingen die wel goed hebben gestudeerd, wordt het hoog tijd om de valiezen te pakken. Ik ga dat eigenlijk nog wel niet zo zo in de stallen werken. Ja, niet overdreven. Dat is wel plezant, voor deze plezant. Ja. Robby en Debbie zijn niet gelukkig met de situatie. Maar Debbie is niet echt bereid om zich bij haar lot neer te leggen. Dat waren de regels van de proef. Dat is echt discrimineren wat God er hier doet. Echt waar, maar je gaat er echt niet goed van afkomen. Ik meen het. Meisje, luister even naar mij. Discriminatie. Niet iedereen kan de eerste zijn. Ah, wel, maar niemand en er kan maar één iemand de laatste zijn. Ik wil dit gesprek nu afronden. Ik wil een mensen hier blijven speciaal voor mij. Dat mag ook al niet. Dat is toch echt... Ja, is toch wel... Het moment om afscheid te nemen is nu gekomen. En maak het kort. Me zeer door haar. En terwijl de leerlingen op punt staan om te vertrekken, worden de onfortuinlijke rode lantaarns door de tuchtprefect naar de boerderij begeleid. Met pijn in het hart zwaaien Robby en Debbie hun kompanen uit. Het achterblijvende duo zal 2 dagen lang worden overgeleverd aan de tuchtprefect. Straf nummer 1. De mestkar vullen. Ik haat mest. Ja, mest is gewoon vies. En dan zeggen die nog van... Ja, je moet niet bang zijn of niet vies vinden van een beetje mest. Maar mest is mest en mest is stront. En dat is gewoon vies. En in de kar. Van... Qua opraad en weer in. Vooruit. Ja. Hier reclameren. Geen commentaar aan doen. Tappen, kwaai, zet het om te studeren, dan kunnen we beter werken in de mest. Fleur, kom maar. En 2 poten gekregen, gebruik ze. Gebruik je poten, pak de vork en schept op. En zwijgen, ga het doen. Ja! Doen, en zwijg. Debbie maakt wel fel van haar een taak. Toen zei hij een tucht van nu is het genoeg. De kar terug leegmaken en terugvullen. Ja, en toen was de oorlog. Alles uit de kar en mijn opdracht vervullen zonder te reclameren. Uit de kar, alles. Alles. Onmiddellijk, nu! Ik zat er echt tegen.
Debbie was al heel opgejaagd. Die tucht die was maar van zijn kloten aan het maken. Ja, geen vragen meer stellen, gewoon uitvoeren. Wat voor slechte voor u? Ik heb zelf geen zeggen, juffrouw Tij, dat ze moest zwijgen en verder doen. Dat is ze dus niet. Je bent al bezig! Dat heb geen nooit. Je bent te dom om te studeren! Je bent te dom om te studeren! Wat kan je dom noemen, jij? Je bent te dom! Je bent te dom! En zelfs al verstand nog niet! Oh, nu pluk me slim dan! Ik zal dat straks wel opruimen. Nee, je gaat dat nou opruimen of je gaat vanavond die buiten. Oh, dat wil dat wel. Debbie is vrede arrogant. Nou, ga dan nee. Opruimen. Oké? Okay? Het kan me soms echt raken. Kerst, schijf van vanavond. Oh, hoe is dat mogelijk? Ik vind dat Debbie wel een keer in een strenge omgeving mag terechtkomen. Ik denk dat ik vooral ga uitspreken tegen die leerkracht en dat ik geen kritiek kan verdragen. En zo. Respect en begrip, dat mag ook gesleuteld worden. Ik ken haar dat ze tegen haar ouder doet. En die school zal niet gemakkelijk zijn voor haar. Ik ga gewoon niet graag naar school. Geen enkel vak interesseert me eigenlijk. Haar beste eigenschap. Ik denk mijn grote mond als een goede eigenschap is. Ze kan heel lief zijn ook. Van, ik weet dat ik moeilijk ben, mama, maar ik zie dat toch zo graag. Ik wil vooral bewijzen dat ik de hele periode de vol kan houden. Omdat veel mensen denken dat ik dat niet ga halen en dat ik er binnen een week al buiten lig. Laat me nu maar gewoon gerust. Debbie is gekrenkt in haar trots en houdt het voor bekeken. Ze wil niet langer meewerken. Ik doe dat gewoon niet. Ik ga hier niet liggen werken als zot en dan worden uitgemaakt als dom. Ik ben niet dom, hoor. Dat is het probleem. Je moet gewoon zijn kop houden. Je moet gewoon zijn bakken stellen, jongens. Op weg naar het kamp zit de sfeer er al goed in. Maar dat geldt niet voor iedereen. Marge ziet het niet zitten om het weekend zonder Robbie door te brengen. Op Sint-Josef, daar leren wij met breien. Moet het handwerk van ons weer. Al is de dag daar genoeg. Zijn is onze Debbie weigert nog steeds om verder te werken. Maar Robbie wil vermijden dat ze zich nog meer in nesten werkt en gaat haar overtuigen om voor te doen. Nee, ik gun die dat niet. Kom, doe het dan voor mij. Ga jij mee met mij? Wat gaat je doen? Ik wil u echt helpen en zo, maar ik gun hem dat echt niet. Hè. Echt niet. Dat heb je gewoon heel even. Dan kan ik zelfs die kar omhoog doen, dan gaat alles er terug uit. Denk die moet ons niet dom noemen, weet je dat? Dat is zeker, ja, maar daar kikt hij juist op. Daar moet je niet aan opjagen. Moet je gewoon belachen als die dat zegt. Kom gewoon verder. Kijk, ik moet zijn goesting weer. Er is al een heel stuk vanaf. Het is echt goed dat ik het echt alleen maar vooral doe. Ik meen dat. Drie zou je het anders doen. Juffrouw Tij, ik zie dat je al 2 minuten je verstand aan het gebruiken bent. Ik hoop dat je dat gaat blijven doen. Doe zo verder. Twee handen gebruik en niet vies zijn voor je handen vuil te maken. Die kar is volledig leeg. Nu ga je terug, alle twee, die kar vullen. Volledig vullen. En terwijl er voor Debbie en Robbie niks anders op zit dan gedwee hun lot te ondergaan, arriveert de rest van de leerlingen eindelijk op hun bestemming. Terug allemaal op kamp gaan, ik vind dat tof. Je zit hier ook tussen de bossen en al. Het is echt mooi. Frisse lucht eigenlijk. Maar de lucht is niet overal even fris. Tijdens een rondleiding op het terrein wordt dat al snel duidelijk. Wat had u gedacht dat u hier een luxe toilet ging vinden? Er is gezorgd dat u ook op een aangename manier kan zitten. Oh nee. Ze biedt wel het door. En dan mogen de leerlingen het comfort van hun slaapvertrekken uittesten. De jongens kiezen onder het waakzame oog van meneer de directeur een plaatsje uit. Schitterend. Meneer Robijns, uw hol staat te wachten. Het is aan jullie om van deze tent een tranendal te maken of er min of meer plezier aan te beleven. Meneer Willaert
Ik zie dat u al zeer gezellig een plaats hebt ingenomen. Mooi zo. En ook de meisjes maken kennis met hun luxe suite. Ja. Elegant, dames. Elegant. Ja. Ah, wel, ik lig hier gewoon. Ik heb geen zin om meer naar uit te stappen. Luieren staat niet op het programma van de twee achterblijvers. Jullie krijgen de volgende opdracht. De binnenkoer van deze boerderij moet volledig stront- en strovrij zijn. Die binnenplaats vegen, ja. Eerst onderschat je dat, oh, dat is wat vegen, maar dat stroo blijft echt tussen die kasseien zitten. Dan kun je gewoon blijven vegen, dat raakt gewoon niet rond. Normaal, misschien vroeger, dat die kinderen gestraft waren die niet goed hadden geleerd of zo. Maar, ah, weet je, er zijn grenzen. Kijk, die anderen nu, zwembad zitten, picknick of zo, ja. Misschien ook wel liever gedaan dan dat, maar... Dus, ja. Tijdens de uitstap zijn de andere leerlingen inderdaad een heus feestmaal aan het voorbereiden. We gaan dus een lekkere maaltijdsoep maken. En de gebruikelijke rolverdeling wordt ook op kamp aangehouden. Terwijl de meisjes koken, doen de heren het echte werk. Hout sprokkelen. Ik voel me echt thuis. Gaat toch wel beter, eigenlijk. Zien we dat Seppe de boskapper kan kappen? Zou best in een feest slagen. Maar Seppe de boskapper brengt er niet veel van terecht. Dus neemt Don het even over. Daar kan ik ook zin op. Ja. Waar zal ik kappen nu? Ja, ik heb hem. Ja, allez, kom. Ik heb dat goed gedaan, mannen. We gaan naar beneden, hè. Hallo. Hier ligt een boom klaar. Boomkappen, ik kan het zo goed. Kijk, daar is mijn resultaat, mijn prijsbeestje dat ik juist heb gevangen. Ik vind dat hier echt super fijn, hè. Dat bed is, dat is echt mijn, ja, dat bed is wel droomvakantie, zo. Hier midden in de natuur gedropt worden. Ik vind het gewoon eens tof om hier te zijn. Gewoon die frisse lucht en zo. En als het wel donker begint te worden en we zitten zo allemaal aan het kampvuur, ik denk dat dat wel gezellig is. Nu nog marshmallows en dan is het compleet. Maar van een kampvuur kunnen Debbie en Robbie alleen maar dromen. Want op de boerderij wordt er nog steeds hard gewerkt. Meneer Bors, juffrouw Tuin, jullie mogen met mij komen. We gaan stoppen met werken nu. En het is tijd voor een avondmaal te nemen. We gaan daarvoor naar school. Op het kamp kent de gezelligheid intussen geen grenzen. Hoe rapper dan we wapperen, hoe rapper dan we thee krijgen. Daar, joh. Ja. Zullen we een keer samen, hè? Zit u daar rond met zes en blazen. Onze spik met Jan. Ah, oh, dat ziet er heel goed uit. Ja. Deze is al wel wat vrije, hè? Nog. Dat smaakt al veel beter. Bij Debbie en Robbie ziet het avondmaal er enigszins anders uit. En omdat Debbie de tuchtprefect deze middag heeft tegengesproken, krijgt ze na een vermoeiende werkdag enkel water en brood. Eigenlijk vind ik het oneerlijk. Ja, we hebben toch alle twee even hard gewerkt. En vooral zou ik dan zo een keer de luxe krijgen en zij niet. Ze heeft toch ook haar best gedaan voor een fatsoenlijke maaltijd of zo. Dus ik vind het eigenlijk oneerlijk, maar wie ben ik? Op kamp gaat het er ondertussen iets bourgondischer aan toe. Maar Marge is de onfortuinlijke thuisblijvers nog niet vergeten. Debbie en Robbie. Debbie en Robbie. Minder ambiance op Sint-Jozef. De directeur heeft de prefect nog een paar strafregels nagelaten. Meneer Bors, eerst de strafregels voor u. Ik behoor niet bepaald tot het kruim van mijn richting. Noteer maar. Ik sta constant met mijn neus in de verkeerde richting. Mevrouw Tuin. Ik ben een dissonant in de muziekdoos van de directeur. Ik ben een mispunt, een flagrante sleur. Alsof een dag hard werken nog niet genoeg is, mag het gestrafte duo deze volzinnen nog eens 250 keer overschrijven.
De andere leerlingen zitten ondertussen rond het lang verwachte kampvuur. Maar een viering ter ere van de Maagd Maria, daar hadden ze waarschijnlijk niet op gerekend. Ik zing van ganser harte voor de Heer. Ben opgetogen om mijn God en Redder. Dat hij zo grote dingen aan mij deed. Was het zo'n kampvuur? En we dachten, oh gezellig. Opeens staat die enge pastoor daar en begon die daar echt een viering van een uur. Hè? En dan zo liedjes zitten te zingen. De Heer is machtig en zijn naam is heilig. Naar allen die eerbiedig met hem leven. Ja, jongen, dat is hier precies een secte. Zo. Ik had er gewoon schrik van. Ik zag zo dat vuur, dat zag zo die gezichten zo opgloeien. Ik zag zo, oh nee. Dat is echt zo precies zo een uitdrijving, zo'n satanische uitdrijving. En dat was echt eng. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Pas na het pennen van de strafregels gunt de tuchtprefect Debbie en Robbie hun welverdiende nachtrust. De komende nacht zullen ze elk alleen moeten doorbrengen in de lege slaapzaal. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van je lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder God, spits voor ons arme zondaars nu en het uur van onze dood. Amen. Normaal is dat zo nog even wat napraten en zo. En nu is dat direct. Ja, moet je direct in je bed en is het direct stil en zo. En nu is dat zo helemaal alleen. En dat gaat ook wel raar doen, denk ik. Op kamp plagen de jongens tijdens het slaapmutje weduwe Marge met de afwezigheid van haar vriendje. En dat wordt maar matig gewaardeerd. Dat heb ik wel erg, want Robby, kom eens gewoon meer. Hey. Je moest gewoon wat meer leren, dat is niet. Maar zo bliksemen dan, hè. Ik vond het stom dat Robby niet mee was. Want toen we vertrokken hadden, voelde ik me zo ambetant en zo verveeld. En dat we daar kwamen, ja, was alleen nog maar erger. En ook Robby's gedachten dwalen af naar zijn vriendinnetje. Natuurlijk dat ik ze ook ga missen, Marge. Hey, ik denk dat dat normaal is. Weet je, kent elkaar zo. Hey, je verkeert zo heel pas. En op een manier van spreken staat je s'morgens bij elkaar op en gaat je samen bij elkaar slapen, voor het zo te zeggen. En ja, dan zijn we zo net een keer zo 2 dagen zo niet, ja. Het zou normaal zijn, denk ik, hè. En dan zo dat je weet dat ze zo een beetje pissed op je is, dat doet ook wel iets. Oké, meneer Bors, kruip nu maar in uw bed. Wel trusten, meneer Bors. Wel trusten, meneer. Straks, ook de tweede dag op kamp is een waar feest. En 2 nieuwe leerlingen maken hun opwachting. Nee, ik kan niet tof zijn. Sukkels. Dag 12. De leerlingen op kamp slapen vredig hun roes uit. Na lange tijd mogen ze eindelijk nog eens uitslapen. Maar op het instituut gaat het er een pak minder idyllisch aan toe. In alle vroegte wekt de tuchtprefect de thuisblijvers voor alweer een dag vol straf en boetedoening. Opstaan, klaar. En vlug. Mocht een houding voor je bed blijven staan, ik kom je straks halen. Opstaan, een houding voor je bed. Ik vond het echt raar. We stonden op, heel alleen stonden we op. We gaan naar buiten, op je blote voeten al, doe die klompen maar aan. Wat, mocht je klompen nemen? Ja, nu. En dan moesten we direct gewoon in ons pyjama weg. Helemaal te voet naar dat veldkapel ding. De tuchtprefect is niet van plan om het Debbie en Robby makkelijk te maken vandaag. In naam des Vaders en des Zoons en de Heilige Geest is aan. Wees gegroet, Maria, vol van genade. Van hier zijn Jezus. Op je knieën gaan zitten en bidden aan de veldkapel. Dat was ook wel van 's morgens al voor op te staan zonder eten of zo. En ik dan bij mijn ochtendhumeur, ik vond het wel lastig. Ja. Wees gegroet, Maria. Ja, we moesten op ons blote knieën gaan zitten in de steentjes en die gebeden doen en zo. En, ja, ik kreeg echt zo geen adem meer. En
Toen zag je ze zo neervallen en ik stond bij buiten en ik zei, wat doet hij nu? Hoi, verder buiten, derby, recht. En ik dacht echt van, hé Pieke, waar zit je mee bezig? En... Blijf op je knieën, recht en binnen. Ja, recht op je knieën, Frotte. Kom maar, op je knieën. Ja, nu. Kom, Frotte, nu. Onze Vader, die in de hemel zit, geheerlijk. Ja, die had gewoon geen medelijden en zo. En denkt ook over de anderen, dat die wilden amuseren en weet ik veel waar. En je zit dan hier alleen en dat was wel moeilijk. Op kamp vindt de directeur ondertussen dat het welletjes is geweest. Uitslapen mag, maar toch ook weer niet te lang. En nu iedereen wakker is, laat de directeur er geen gras over groeien. Tijd voor het ochtendritueel. Twee rijen hier, achter elkaar. We zijn aangekomen bij de badkamer. Doorschuiven, dames. Gewoon echt fout. Ja, dat kun je toch niet doen, kom aan. De leerlingen van Sint-Josef zijn ook nooit tevreden. Nu ze met z'n allen kunnen genieten van vers en stromend water, wordt dat maar matig gewaardeerd. Het is echt gewoon, ja, ijskoud, 's ochtends heb ik wel. Debbie en Robbie hebben ondertussen al een groot deel van hun straf uitgezeten. En allebei hebben ze een eigen mening over het strafregime van de jaren 50. Als ze straffen geven, laten ze dan leren of zo. Dan kennen we het tenminste, nu weten we toch niks. Nee, van mijn schep word je zeker niet slimmer, maar je wordt er harder van. En de volgende keer, dan gaat je voor je testen wel te goed leren. En als je echt afziet en werken totdat je het erbij neervalt of zo, dan gaat je erna wel nadenken van, oh nee, ik moet goede punten halen of het is weer vandaag. De straffen van de jaren 50 die mogen gerust terugkomen naar 2007. Alsjeblieft, eet smakelijk. Ook de leerlingen op kamp lijken zich meer en meer terug te vinden in de levenswijze van de jaren 50. De computer mist dan? Nee, maar sowieso. Nog eens of wat? Ja, ik geniet niet, hè? Mis dat ook niet. Hier de meest sociale contacten dan achter een computer zit. Ja. Hier kunnen tenminste een zinsvol gesprek houden. Ik pees dat hij meer de kleine dingen gaat appreciëren. Like, ja, alleen een pot choco. Hoe normaal dat niet voor ons. En hier, choco. Hier een tijdje in de jaren 50 zin, toen besef je echt wel dat je alleen met heel weinig dingen toch wel tevreden kan zijn. Als je iets krijgt, die dat dankbaar voor dat je het eigenlijk kreeg. Voor Debbie en Robbie geen chocomelk. Zij moeten de mestkaart die ze gisteren hebben gevuld verspreiden op het veld. Wanneer eerst een hoop leggen? Begint er maar aan. Er goed in kappen. Jullie zullen de volgende keer wel een beetje beter studeren. Als die gaat met de vork, had ik het u laten doen met de Jan. Het zal dan wel gaan. Mooi openspreiden. Overal gelijk verdelen. Dat zal misschien beter gaan dan studeren. Godverdomme, dat is dat zweet langs mijn kletsen afdruip, jong. Dat is echt zwaar. Ja, dat is allemaal één keer. Daar moet je echt fors op zetten voor eraf te krijgen. Ja, ik krijg echt zo van die... noemt dat? Blaren. Ja, zo van die blaren, echt. Dat is echt vies. Shit happens, zeggen ze thuis. Ho. Op kamp maken de meisjes het vuur aan voor het middagmaal. Maar of er iets op tafel komt, hangt enkel en alleen af van de heren. We gaan jullie aan het vissen zetten. Geen probleem. De rivier zal leeg zijn. Vol vertrouwen trekken de jongens richting rivier. Maar de moed zakt hen al gauw in de schoenen. Ik hoop dat ze een plan mee hebben met eten, want ze gaan er toch niet slim komen. Dus rustige kerels, hoe lang staan jullie al te vissen? 2 uur. Geen enkele vis. We stoppen ermee. Kom jongens. Ja, ze zijn niet geworden. Wat? Niks. 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 Losers. Maar goede huismoeders als ze zijn, hadden de meisjes zich al lang op het ergste voorbereid. Laat het smaken. Dank je. Ik wil daar steken. En dan vork. De ekken. Ik heb toch gevraagd. Meisjes, hebben jullie lekker klaargemaakt, hoor. Dank je wel. Maar
Maar ondanks de gezellige sfeer nemen de directeur en de zuster vroegtijdig afscheid van iedereen. Want op de school wacht hen een andere taak. Twee nieuwe leerlingen maken hun opwachting. Jordi uit Antwerpen en Kimberly uit Aalst. Kimberly. Kloppen aan, nu! Staat hekken, vooruit! Moeten we dat aan? Vlug, mevrouw, vlug! Tempo maken! Ik heb zo'n lelijk kleed! Stop! Als je die klomp wilt uitdoen, kunnen die dan uitschotten? Ja. Dat die leerkracht en zo. Tegenin is dat een kop zo baf! Mevrouw Lavin en meneer Ritz, neem ik aan. U hebt nog even de tijd om afscheid te nemen en dat zou vlug moeten gaan. Zo, en dan is nu het moment om mij te volgen. Komt u maar. Warm. Komt u maar binnen. En gaat u zitten. En staat u al meteen terug recht. In mijn instituut zegt u dank u wel, meneer de directeur, en dan gaat u zitten. Dank u wel, meneer de directeur. Om te beginnen heet ik u uiteraard welkom op mijn instituut. Maar ik zou jullie meteen willen waarschuwen. Wij kweken hier agronomen met een ruggengraat. En die vooral geen kauwgom kauwen. Mooi. Daarboven verwachten wij van jullie tucht, inzet, orde, discipline. Dus als u naar hier gekomen bent om de paljas uit te hangen, dan kan u net zo goed met ma en pa naar huis rijden. Is dat duidelijk? Ja. Mooi. Dit is de slaapzaal van de meisjes. Succes. Maar de eerste aanblik van de kamer stemt Kimberly niet meteen vrolijk. Maar ruikt hier zo. Dat stinkt hier. Oh, ik kan er niet van over. Die bedden, dat is zo krakkemikkig. Ik ga daar doorvallen. En haar nieuwe outfit valt ook niet in de smaak. Oh my god, met bloemetjes op. En kleur. Ook Jordi wordt met verstomming geslagen. Want in de jaren 50 lijkt alles one size fits all. Rits, in houding. Wat zeggen Rits? Voor uw bed gaan staan, midden voor uw bed. Benen gestrekt, voeten tegen elkaar en voor u kijken. Kop omhoog. Broek dicht. U hebt goed in uw broek. Zijn alle knoppen dicht? Ja, meneer de dichter. Nee, hier. Uw bovenste knop dicht. Met uw dikke nek gaat dat moeilijk, maar dat zal wel veranderen. Het gaat niet. Waar willen ze weg? Dat moet lukken. Voilà. Gaat dus wel. Recht aan het voeteinde staan, juffrouw Lavin. En die grijns van je gezicht. Voeten dicht en hoofd vooruit. Begrepen? Ja, zuster. Nu nog je haren. Want zo kan je er niet bij lopen. Keert u zich even om. En hou je hoofd recht. En hier... Die sieraden, dat moet er straks ook uit. Binnenin zit de schoonheid. Zo'n vieze. Ik zal hier nog maar juist een krijgel onder mijn vijs. Het begint goed. Op kamp is eindelijk het moment aangebroken waar iedereen naar heeft uitgekeken. De zwempartij. Het koude water van de Semois wordt stoutmoedig getrotseerd.
En de meisjes maken stiekem van de gelegenheid gebruik om ook het testosterongehalte van de heren te bestuderen. Christophe, is het wel mooi bruin? Ja, ze is echt mager. Die is precies zo geen model. Die gaat zo. Ja. Toen had ik wel eigenlijk wat anders verwacht. Zo ja, zo meer gespierd. Ik had echt gedacht... Ja, zo een beetje een bierbuikje. Zo. Ja, dat, dat merkt maar is wel schattig. Ian is gewoon eng. Ian is precies dood al 20 jaar of zo. In het algemeen vind ik ze gebeust. Eigenlijk wel echt wel gebeust. Ik had meer verwacht. Ik ook. Hé, hey, ik ben Sebastien en wat je hier ziet, dat krijg jij. Ook de eerwaarde is terug naar Sint-Josef afgezakt. En hij heeft zo zijn verborgen talenten. U hebt de kapper blijkbaar al een heel tijdje niet meer gezien, meneer Rits. Nee, maar... U zal blij zijn met de nieuwe look. Ja, ja. Zo, meneer Rits, een fris geschoren knaap uit de jaren 50. Tuy en Bos, jullie gaan het werk dat jullie gisteravond stopgezet hebben, verder afwerken nu. Alle stro en stront die je hier vindt, moet op de mesto aan het werk. Je denkt gewoon altijd van, hoe het werk is bijna gedaan en dan blijven de opdrachten maar komen. Ten duur begon ik echt wel pijn in mijn rug te krijgen, echt wel. Vlaanderenwerk, de boer heeft niet veel tijd. Ai. Bij Debbie en Robbie begint het strafweekend nu zwaar door te wegen. Maar ze hebben zich neergelegd bij de overmacht van de tuchtprefect. Ga, tuin. Tempo maken, door. Ik ben zo bezig. Zwijg! Thuis zou ik willen zeggen met bepaalde dingen van fuck je, ik doe dat niet. Voert, hè, weet je. Hier worden zodanig echt zo onder, ja, onder de riem gehouden dat je het wel moet doen. Stas, troos, doe dat. We gaan in twee rijen, in stilte, naar de speelplaats. Wat heb ik gezegd? In stilte. Ik kwam daar allemaal zo aan en ik zag er twee mensen zitten. Ik dacht, ja, dat zijn Debbie en Robbie. En toen gingen we dichterbij en zag ik dat dat zo twee nieuwe waren. Loopt u door? Die kwamen direct naar u toe, heel sociaal, goeiedag zeggen. Vragen wie dat je zei, waar je toe. Ik ben Dario. Hoi. Maar de twee vallen lang niet bij iedereen in de smaak. Sukkels. Als er nu fatsoenlijke waren. Dat kunnen misschien wel toffe mensen zijn. Nee, dat kan niet tof zijn. De eerste indruk was zo echt zo, ja, zo'n rare. Zo. Die keek zo vreemd en zo. Raar gezicht. We zitten hier eigenlijk al zo twee weken en we zijn echt al aan elkaar gegroeid. En dat is moeilijk om er dan nog iemand te laten tussen te groeien. Ik zou echt niet in de plaats willen zijn, hè. Want nee. Ze kunnen over niks mee praten. Nee, zo. Dat is hem, hè. Maar Marge denkt maar aan één ding. Haar vriendje. Ik wil Debbie en Robbie. Ik wil Debbie nu. En dus muizen ze er stiekem van onder. Op zoek naar de twee achterblijvers. Ja, ze komen naar me toe gelopen, ze voelen trek in mijn armen. Dat is zo. Nou, dat was echt een heel zalig gevoel, ja. Tweede Oost. Terwijl Robbie en Debbie verder werken op de boerderij, schuift de rest aan tafel voor het avondmaal. En nu de uitstap achter de rug is, wil de directeur de vijs weer stevig aandraaien. Zo weten de twee nieuwen meteen waar ze aan toe zijn. Mag ik dan ook eerst even vragen dat u uw das behoorlijk aandoet? De meeste hangen op 6:30 en de bedoeling is dat die juist worden geknoopt en recht hangen. Wij zijn geen kikuyus, dames en heren. Geen hutu-etende tutsis. Geen kaffers of geen zevenzotten. Wij zijn leerlingen
van het Sint-Josef Instituut. Steek dat allemaal verdomd goed in uw peer. Meneer Rits, tover vooral die vervelende grimas van uw neus. Gaat u zitten. Dank u, meneer de directeur. Jullie kunnen zachtjes praten. Dank u, meneer de directeur. Ik praat het eens, hè. Blijf eens. En dat is alle leerkrachten zo. Wij zullen veel meneer Rits horen en je zult ons veel horen zeggen. De opdrachten van Robbie en Debbie zitten erop. En de straf heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. Wat pijnlijk, hè. De rug is echt kapot. Ik krijg mijn voeten niet meer omhoog. Ah, ik betonblok, joh. Met die klompen, dat gaat niet meer. Het waar genoeg geweest. Ja. Heb je zo straffen gehad en zo? En nu weet je dat je wat je mag, ja, wat er te doen staat, hè? Beter leren of anders nog meer straffen. Dus. Juffrouw Thuy, meneer Bors, jullie straftaken zitten erop. Jullie hebben ze meer dan behoorlijk uitgevoerd. Proficiat, eerlijk gezegd. Nu hoop ik voor de toekomst dat jullie daar iets uit geleerd hebben. Beter leren, beter studeren, beter als beste. En dat vind je dan ook de moeite waard? Ja. Ja, ik denk leren dat iets beter is dan hier de hele dag je stuk kapot staan te werken. Ja, je mag mij vol. Je bepaalt zelf tempo, Thuy. Volgende week. Don en Bert werken zich in de problemen. Knorren, meneer Bosserij. Hé, meneer Borum. De leerlingen leren pensen maken. Oppassen dat hij niet barst. We moeten dat voelen. En het schoolfeest is voor de ouders een ware cultuurschok. Amai, Kimmy. Dat